In Vlaardingen is een vrouw vannacht zwaar gewond geraakt doordat ze met haar auto tegen een boom reed. Het ongeluk gebeurde om iets voor 1:30 op de Maassluisdijk. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onbekend. De vrouw moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De overheid moet de extra controles bij Odfjell zelf betalen. Dat heeft staatssecretaris Atsma laten weten na Kamervragen. Het Rotterdamse bedrijf staat onder versterkt toezicht omdat het in het verleden bepaalde lekkages niet meldde. Het CDA vroeg zich af of de overheid de kosten van deze controles op het bedrijf kan verhalen, maar dat is volgens de wet niet mogelijk. De onbemande ballon die afgelopen zondag door de brandweer uit de lucht werd gehaald in Numansdorp is van een Brits bedrijf dat luchtballonnen fabriceert. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De ballon raakte los tijdens een test en vloog vervolgens de Noordzee over. De eigenaar heeft de vermissing zelf gemeld bij de Britse autoriteiten. Volgens de Nederlandse politie heeft hij geen strafbaar feit gepleegd. Sparta heeft opnieuw goede zaken gedaan. De Rotterdammers wonnen de uitwedstrijd bij FC Os met 5-1. Omdat FC Zwolle verloor, is Sparta nog maar 5 punten verwijderd van de koppositie. FC Dordrecht speelde gelijk bij MVV. De Dordtenaren waren beter dan de Maastrichtenaren, maar moesten genoegen nemen met 1 punt. Het werd 1-1. Het zou vandaag best wel eens aardig weer kunnen worden, want de zon die kan in de loop van de ochtend af en toe tevoorschijn komen. Het blijft dan tot de avond op de meeste plaatsen droog. Pas vanavond kan er een beetje regen gaan vallen. En temperaturen, nou met wat zon, moeten toch makkelijk 13 graden gaan worden. En er staat erbij maar weinig wind.